De belangstelling voor tuinen en buitenleven heeft de jongste tijd een stevige impuls gekregen. En wie een tuin heeft, wil niets liever dan die uitbouwen tot een groen buitenhuis, waar het heerlijk verblijven is. In deze reeks van Droom tot Tuin bezoeken wij een aantal heel uiteenlopende tuintypes. We kijken zowel rondop de werven in opbouw, als in tuinen die al volop hun volwassen karakter tonen. We zien ervaren tuinaannemers aan het werk en we laten diverse specialisten hun zegje doen. En of het nu gaat om imposante groenpartijen of meer bescheiden stadstuintjes, op elke locatie valt heel wat inspiratie te halen om je eigen tuindroom binnenkort in werkelijkheid om te zetten. Dag kijkers, ik ben momenteel in Geel, midden in de Kempen. En hier wordt hard gewerkt, dat zie je trouwens hier achter mij. Dit is de woning van een jong gezin met twee kleine kindjes. En hun vraag was, wij willen graag een tuin met heel veel mogelijkheden. En vooral met zicht op het landschap rondom. En het ziet er naar uit dat dat dik in orde komt. Ja, Mark, er is hier al enkele weken serieus gewerkt. Nu nog trouwens, hè? En de eerste bomen staan er al. Ja, en dat is absoluut geen foute planning van de tuinaannemer. Dus hij heeft eigenlijk niet gewacht om die bomen te planten totdat alle werken klaar zijn. Want ja, een boom heeft groeitijd nodig. Hè. Ja, maar terwijl de bomen aan het groeien zijn, moet er nog heel wat gebeuren. Hè? Al die grondwerken bijvoorbeeld? De grondwerken zijn onvoorstelbaar belangrijk bij een nieuwbouwwoning vooral. Hè. Want, ja, enerzijds is het ook wel zo, van de tuinaannemer heeft hier ook nog wat, flink wat machines rondgereden en doet dat nog. Maar er zit ondertussen toch wel van die bouw, zit er toch wel flink wat puin en afval in de grond. En dat moet er natuurlijk uit. En ook wel bij zo'n bouw van een woning, ja, daar rijden toch wel flink wat machines af en aan. En die duwen de grond zodanig vast dat water er niet door kan. Ja. En dat eigenlijk de planten dus eigenlijk ook niet gezond kunnen groeien, want ofwel gaan ze verdrinken in het water, ofwel krijgen ze in de zomer te weinig water van beneden. En dat moet dus echt wel opgelost worden. En vandaar dat de tuinaannemer de grond echt gaat dieppoelen, echt loswerken, zodat er terug een waterdoordringende waterrelatie kan komen. Ja, en ik neem aan dat er ook met bodemverbeteraars zal gewerkt worden, hè? Meestal is dat compost, maar hier kiest de tuinaannemer ervoor om eens met wat anders te werken. Het is eigenlijk een droog grondverbeteringsmiddel dat hij gebruikt. Dat evenzeer gaat voor het bijbrengen van humus en natuurlijk ook van voedingsstof. En dat zorgt voor een goede, gezonde groei van de planten en het gras dat er gaat komen. De kwaliteit van de tuinbodem. Die krijgt tegenwoordig gelukkig veel aandacht. Dat merken ze ook bij de Bodemkundige Dienst van België. Want steeds meer mensen doen een beroep op deze instelling. Wij dus ook. Annemie, de Bodemkundige Dienst van België is vooral bekend van dit, hè? Jullie bodemanalyses gekoppeld aan een aantal suggesties om de eigen tuin beter aan te pakken. Maar ook tuinaannemers komen hier regelmatig terecht, hè? Ja, dat klopt. Als we op jaarbasis kijken, denk ik, dan analyseren wij ongeveer 3000 van die bodemstalen die uit tuinen komen. En een groot deel daarvan komt van particulieren die zelf een bodemstaal opsturen. Maar toch ook heel wat tuinaannemers die het belang van een bodemanalyse toch wel zeker onderstrepen. Ja, als je spreekt over het belang van de bodem, jullie besteden uiteraard heel veel aandacht aan organische stof in de bodem, hè? Ja, dat klopt. Organische stof is het fundament van een goed functionerende bodem, van een gezonde bodem. Organische stof zorgt ervoor dat de bodem voldoende nutriënten zal leveren, maar ook zal bufferen. Organische stof zorgt in de bodem voor een mooie kruimelstructuur. Zorgt ook voor een goede waterhuishouding, wat ook erg belangrijk wordt de laatste jaren. En niet te vergeten, organische stof is het voedsel voor het bodemleven. Wat op haar beurt ook heel wat functies in de bodem vervult die belangrijk zijn wanneer we een gezonde tuin, gezonde planten en een goed functionerende bodem willen hebben. Van de Bodemkundige Dienst terug naar Geelse bodem.
Hier wordt druk verder gewerkt, in diverse niveaus. Wat hier wel opvalt in deze tuinmarkt, dat is dat de tuinaannemer met heel veel niveauverschillen gewerkt heeft. Hè? Ja, in de voortuin was het natuurlijk nodig, hè, want het huis staat flink wat hoger dan de straat. Dus er moesten wel echt hoogteverschillen opgevangen worden. En hoe doe je dat beter dan met keermuurtjes en met plantenbakken? Maar hier in de achtertuin heeft de tuinaannemer ook heel wel bewust deze grote bloembak gemaakt. Het is niet zomaar een fantasietje, maar eigenlijk maakt dat deel uit van het totale tuinconcept. Want het terras dat hier langs ligt, krijgt daardoor eigenlijk een rug. Het ziet er op dit ogenblik nog niet echt uit, want dit is natuurlijk nog maar ruw met. Vroeger werd zoiets natuurlijk in een echte gevelsteen gezet. Dat is uit de tijd. Nu krijgt zo'n een bloembak en een keringmuur krijgt eigenlijk een eigentijdse afwerking. Steen, den of tropisch hout, metaal. Aan materialen geen gebrek, zoveel is duidelijk. Maar tuinman Roeland en de bewoners hebben hun keuze al gemaakt. Deze tuin hebben we nu gekozen voor een metalen bekleding. Die metalen beplating die wordt tegen die muur gekleefd en hiermee verwijzen we naar het zwarte metaal dat in de architectuur van de woning terugkomt. De ramen, deuren, de dakafwerking is zwart metaal en dat laten we terugkomen in deze plantenbakken. De grote plantenbak is lang niet het enige element op niveau. In deze tuin is bijzonder veel met hoogteverschillen gewerkt. Zoveel creativiteit verdient wel een Engelse term. Het is wat de Britten bijna een sunken garden zouden noemen. Eigenlijk een verdiept gedeelte in de tuin. Ja, nu wat ik daar speciaal aan vind, dat is vooral het feit dat ze lijken te zweven eigenlijk. Ja, dat is gelukt omdat het groot formaat tegels zijn. Hè. Tegels van zelfs een meter op een meter, die een heel groot draagvlak hebben. Het lijkt zelfs een beetje uit te kragen boven een waterpartij of boven een vochtige grasland of plantenpartij. En dat effect gaat hier nog versterkt worden, doordat hier onder die Christusdoren nog een houten terras gaat komen. Maar dat is een werkje dat de tuinaannemer niet zelf gaat doen. De tuineigenaar wil dat graag zelf bouwen. Het stenen terras dat ligt er al ondertussen en dat sluit bijzonder mooi aan bij de woning. Hè? Ja, het is een groot terras, eigenlijk ook in grotere formaat tegels. Het gebeurt tegenwoordig ook wel heel vaak dat mensen kiezen voor tegels in een groter formaat. Dat is niet alleen mooi, dat creëert rust, maar dat is eigenlijk ook wel heel handig voor de kinderen zelfs om op te spelen. En zeker hier met die twee kindjes van 3 en 5 jaar. Dit is eigenlijk een ideaal speelterrein, hè? Want hier kan op gefietst worden, hier kan een krijttekening op gemaakt worden, hier kan op gespeeld worden. En er is niks eigenlijk dat die rust ook van dit vlak en het spelmogelijkheid hypothekeert. Er is zelfs geen gootje om water weg te krijgen. Het is te zeggen, er is eigenlijk wel een hele fijne gul waar het water in verdwijnt, onzichtbaar weggewerkt. Dus eigenlijk, ja, dit is een ongestoorde vlakte met toch nog wel dit als meenemer, dat er enkele groenpartijen uitgebeten zijn, om het zo te zeggen, waar dat ondertussen al krentenboompjes in staan. En dat moet natuurlijk nog verder aangevuld worden met groen. Maar zo wordt dit eigenlijk een groen paradijsje, hoger groen en dan het lage groen in de sunken garden. Geen tuin of er ligt wel een stukje verharding. En tegenwoordig is dat vaak beton. Want dat materiaal biedt oneindig veel mogelijkheden, vormen en kleuren. En over stevigheid hoef je ook niet te klagen. We zitten hier letterlijk omringd door beton. En Nathalie, ik denk dat we gerust mogen zeggen dat het product beton de jongste jaren toch een enorme opwaardering gekregen heeft. Hè? Ja, dat klopt inderdaad. Het is zoveel meer ondertussen dan de standaard grijze betonklinker. Mm-hmm. We zijn naar veel formaten gaan evolueren, ook nuanceringen binnen dezelfde stenen, maar ook geleidelijk aan naar grotere formaten gegaan, 1 meter op 1 meter. Mm-hmm. En in het Mega Smooth gamma, daar kunnen we zelfs veel groter gaan, tot formaten van 2 meter op 2 meter en nog groter en ruimer dan dat. Dat is eigenlijk een gegoten betonnen tegel in één stuk. In de fabriek wordt die op die manier gegoten. Die krijgt ook een coating om ook ervoor te zorgen dat die tegel mooi glad is en dat die ook beschermd is tegen crashes en de eerste vervuilingen.
Het is ook opvallend hoeveel kleurenmogelijkheden er tegenwoordig zijn. Hè? Ja, eigenlijk zijn de kleurenmogelijkheden onbeperkt. Wat de klant maar wil, kunnen wij maken. Maar we proberen natuurlijk een standaard gamma aan te bieden waar klanten al hun eerste keuze uit kunnen maken. En we blijven daarin evolueren en meegaan met wat de markt vraagt en wat de klanten graag zien. Ja, tegenwoordig is er ook een echte nieuwigheid op de markt. Ik zou zeggen in beton, maar eigenlijk ter vervanging van de typische grasdals van vroeger. Hè? Ja, inderdaad. Vroeger was dat de standaard grasbeton tegel, gelijk we noemen, de grasdal. Maar daar zijn ondertussen zoveel meer esthetische mogelijkheden waarbij de particulier ook echt wel iets mooi en esthetisch op zijn oprit kan aanleggen. En zelf kan aanvullen ofwel met kiezeltjes of met gras gecombineerd. Eén ding is nu wel duidelijk. Je kan met beton heel veel richtingen uit. Nieuwsgierig trouwens hoe het zit met de verharding en de rest op onze volgende bestemming. Een afgewerkte tuin, ook midden in de Kempen. We zijn nog altijd in geel, maar deze keer in een tuin van een paar jaar oud. En Mark, wat hier opvalt meteen, dat is dat er ook weer heel creatief gewerkt is met de niveauverschillen. Hè? Ja, dit voortuintje gaat niet alleen voor een functionele toegang tot die voordeur. Die hoogteverschillen die zijn eigenlijk echt zichtbaar gemaakt. Hè, met trappen, met keermuurtjes, met plantenbakken. En dat allemaal in datzelfde zwart als dat ook terug te vinden is in de gevel. En in contrast met dat zwart staan dan die witte berkenstammetjes. Bomen die compact gaan gehouden worden. Want men wil ze toch echt wel ook als een, ik zou maar zeggen, als een afbakening in de tuin hebben. Om hier een welkom bij ons pleintje van te maken. Ja, het enige echt hellende vlak, dat is hier het parkeerterreintje. Hè? Ja, een parkeerterreintje. Het is zo occasioneel gebruikt voor de eigen auto. Hè? Maar ziet het ervan, het is ook geen echt parkeerterrein. Het is slechts deels verhard met net de twee strips waar de banden op kunnen rijden. En in het midden en links en rechts daarvan keitjes, zodat alle regenwater dat hierop valt, toch wel gemakkelijk de grond in kan. Ja, regenwater, dat houd je echt wel liever op eigen terrein ten behoeve van de planten. En wat planten betreft, kijk eens, die strips die gaan eigenlijk geleidelijk over in het groen en lokken zo eigenlijk ook al richting achtertuin. Maar tegelijk blijft er ook altijd wel een functionele doorgang om met de fiets naar achter te rijden en hem daar te stallen in een fietsenkast. Hier in de achtertuin heel veel groen. Net niet tot tegen de gevel natuurlijk. Nee, want iedereen van het gezin en ook bezoek moet natuurlijk toch ook wel tot aan de achterdeur kunnen. Hè? Maar inderdaad, voor het overige ontzettend veel groen. En ja, eigenlijk allemaal een beetje wilder en spontaner groen. Hè? Op één uitzondering na, dat is een haagje van Lonicera nitida. Ook wel een vervanger van buxus genoemd tegenwoordig. Die een strakke lijn door de tuin trekt. Wat ik heel mooi vind hier, dat is die structuur met die as die helemaal tot achteraan loopt. Hè? Ja, en eigenlijk toch al wel in huis begint, hè, want binnen, in de keuken, wel, daar staat eigenlijk een keukenblok net in het verlengde, ik mag maar zeggen, in de aanzet van dit stapstenen pad dat werkelijk doorloopt tot helemaal achteraan. En die as, die trekt dat terras, dat toch wel afhankelijk ligt in de tuin, trekt het eigenlijk visueel dichter bij de woning, terwijl dat, het licht in de koelte, weg van de warmte die het huis uitstraalt s'avonds op hete zomerdagen. Ja, en te midden van het groen dat dan koelt. En hier kun je genieten van het klaterende vijvertje daar. Hè. Beetje verborgen en op hoogte gebracht. Ja, dat is natuurlijk wel uitzonderlijk. Hè. Heel, heel bijzonder. Maar het belangrijkste is, het is een blikvanger. Maar eigenlijk is het vooral bedoeld omwille van het klaterend water. Hè. Want klaterend water, dat weet je, wel, dat drukt eigenlijk altijd de achtergrondgeluiden, meestal de stadsgeluiden weg. Nu, we zitten hier in de rand van geel. Hier is dat straatgeluid niet zo manifest. Maar word je natuurlijk ook nog wel geconfronteerd met gepraat en muziek vanuit de buurt. Wel, en dan werkt dat wat weg. Hè. Laat meer accent gaan naar het geluid van de tuin.
En waarom het ook op hoogte is, is dat het eigenlijk ook wel visueel te zien is vanuit de woning. Want er zijn coulissen in die tuin, maar in die coulissen die er eigenlijk in de tuin aanwezig zijn, is eigenlijk ook een raam gelaten, zodat je eigenlijk vanuit de woning ook een rechtstreeks inkijk op dat vijvertje hebt en daardoor eigenlijk ook prikkelt om achter het hoekje te gaan kijken en eigenlijk verder de tuin te gaan ontdekken. En over ontdekking gesproken, als we eens naar de grond kijken, dan zie je dat er met verschillende soorten steen gewerkt is. Hè? Daar baksteentjes, hier grote stapstenen. Om nog meer plaats te hebben om toch maar groen in de tuin bij te brengen. Hè? Zo, als je hier ziet, die openingen tussen die stapstenen, die zijn begroeid met een schitterende bodembedekker die echt wel tegen de volle zon kan. Een Wallsteinia ternata heet die, zo mooi. En die bloeit in april, mei met grote gele, ja, zeg maar bijna boterbloemachtige bloemen. En over bloemetjes gesproken, ja, je moet natuurlijk ook nog eens kijken naar die toch wel die prachtige gouwraam met die witte bloempjes die als vlindertjes op dat groen zitten. En naar die blauwe bloem, de Verbena bonariensis, ijzerhard. Het is eigenlijk een tweejarige die heel attractief is voor bijen en vlinders en de kunst verstaat om zich na de bloei rijkelijk uit te zaaien en zo eigenlijk een prominente plek in de tuin te veroveren en elk jaar wat meer en meer een mooie blauwe waas over heel de tuin te leggen. Nu Mark, als we de tuin in zijn geheel bekijken, het is een lange, smalle tuin, maar in feite valt dat niet zo op dankzij de compartimenten die gemaakt zijn. Nee, inderdaad. Je moet weten, van de tuin is eigenlijk 5 keer zo lang als hij breed is. En de tuinaannemer heeft gezorgd voor een aantal coulissen die de tuin effectief allemaal aparte onderdelen geven, aparte entiteiten om het zo te zeggen. Maar tegelijk, die coulissen die storen niet echt, die gaan mee op in het groen. En dat is natuurlijk ook omdat ze gemaakt zijn in hout. Hout dat ondertussen ook al mooi grijs gepatineerd is. Dus eigenlijk ja, een beetje verdwijnt in de achtergrond. Hè. Nu, in tegenstelling tot wat veel mensen zullen denken, dit is geen tropisch hardhout. Dit is eigenlijk inheems essenhout, maar dan wel thermisch verduurzaamd. En dat wil zeggen dat het een warmtebehandeling, een hittebehandeling heeft ondergaan. Het kan eventueel zelfs stoom en druk zijn, die dat hout de kwaliteit te geven van tropisch hardhout, die het dus eigenlijk even sterk maakt tegen rot en tegen insectaantastingen. Alleen, het is natuurlijk heel wat ecologischer. Ja, en dat hout is ook gebruikt om daar die tuinkamer te maken. Ziet er trouwens heel gezellig uit, hoor. Is een heel gezellige kamer. Hè. En inderdaad, het is bijna een woonkamer geworden. Hè. Want kijk naar de wand waar dat nisjes in uitgespaard zijn om bloempotjes in te zetten. Maar het zou evenzeer een kunstwerkje kunnen zijn. Nu, schilderijen zijn hier niet nodig. Want dankzij die grote openingen is er natuurlijk uitzicht op de tuin. Op een voortdurend veranderend levend schilderij. En om dat goed tot zijn recht te laten komen, is er zo weinig mogelijk, ik zou maar zeggen, afleiding in die buitenwoonkamer gebracht. Vandaar groot formaat tegels in een rustige kleur en ook meubilair dat niet te veel aandacht opeist. En mochten we binnen een paar jaar terugkomen, dan heeft die buitenwoonkamer ook nog een groen dak gekregen, want er staan nu al een druif en een kiwi te groeien. Ja, en dat weet je, dat zijn snelle groeiers, dus binnen een paar jaar gaan die echt voor een bladerdak boven die woonkamer. Ja, het is nu nog zonder dak, maar ik kan me toch voorstellen dat die kamer al heel veel gebruikt wordt nu. Ze wordt ontzettend vaak gebruikt. Dan is het om te zitten, te luieren, een boek te lezen, wat dan ook. En natuurlijk ook gezellig en lekker samen te zijn met onder andere een barbecue en een flesje wijn en wat dan ook. En alles wat er nodig is voor die gezellige momenten, wel, dat staat eigenlijk ineens opgestapeld in die tuinbergen. Want dat is eigenlijk het tweede gedeelte, het linkergedeelte van deze ruimte. Dat is tegelijk een eindpunt van de tuin. Lijkt dan. Er is nog een stukje achter. Er is nog een stukje achter. Er is nog een wat wilder hoekje achter. Eigenlijk de speelruimte voor de kinderen. Ja, en die hebben dat natuurlijk graag ook wel een beetje wild. Maar ook wel wat weggestopt van het zicht uit de woning. Want ja, een beetje verborgen voor de ouders dingen kunnen doen, is vaak eens zo spannend. Volgende keer maken we een lekkere aflevering. In een tuin waar eetbare bessen en vruchten nooit veraf zijn. En een professionele bessenkweker vertelt uit zijn rijke en rijpe ervaring.